iets? Mag ik even de telefoon? Ik ga bellen naar Jacqueline in Denterham. Dank u wel, Zwarte Piet. Jacqueline, u spreekt met Sinterklaas. Met Sinterklaas? Uit Spanje? Jawel, Jacqueline. Het is terug Sinterklaas aan de lijn. Ik heb weer een heel groot probleem. En jullie hebben mij vorige keer zo goed geholpen. Alle uitleg vind je in het pakje dat ik heb opgezonden naar het spak. Een pakje? Opgezonden naar het spak? Inderdaad, kan je weer alle leden van het spak samenroepen alsjeblieft? Het is echt een noodgeval. Zeker, Sint. Wanneer komt het pakje toe? Binnen 2 minuten zal de postbode aanbellen bij jou. En denk eraan, ik reken op jullie. Zeker, Sint. Dag, Sint. Dag, Jacqueline. Sinterklaas aan de telefoon verteld. Hij heeft verteld dat er weer een pakje opgestuurd wordt. Een pakje? En wanneer gaat dat pakje dan wel komen, Jacqueline? Hij zei binnenkort, binnen een minuut of 2 misschien. Huh? Wat? De bel? De bel? De bel. Zou hij daar al zijn? Ik ga maar gaan kijken. Hallo, facteur. Goedenavond, Jacqueline. Ja? Ik krijg een spoedbestelling. Dat is voor het spak van de Sint. Ja, dat is hier. Alsjeblieft. Dank u wel. Dat ging wel heel snel. Nog een prettige avond. Ja, goedenavond. Dag, en zeker bedankt. Een briefje aan het spak. Spoedbestelling Sinterklaas. Hier moet wie? Een pakje aan het spak inderdaad staan. Post van de Sint. Sinterklaas, hemel 2. Wie heeft dat gebracht? De postbode. Man. Nee. Alsjeblieft, ook ja, wie is onderweg? Aan het spak. Tom, zit er nu. Ja, film. Nuffie. Zal ik hem echt stoppen? Ja. Ja. Dan ga ik hier kijken. He. Ja. Amai. Het is Sinterklaas. Ja. En die heeft mij opgebeld. Gaan we luisteren? Ja, maar ja, kijken. Okay. Beste spakleden en iedereen. De Sint heeft ook dit jaar weer een groot probleem. Nu ik al een dagje ouder word, heb ik last van slapeloosheid. Het is allemaal begonnen op mijn stoomboot toen ik vorig jaar terug naar Spanje reisde. Door de golven van de zee kon ik plots niet meer slapen. Thuis in mijn bed in Spanje lukte het ook niet meer. Ik heb in de stallen van slecht weer vandaag geslapen, maar ook dit kon niet helpen. Conchita en Zwarte Piet hebben allerlei bedden voor mij gezocht, maar in geen enkel kon ik het echt goed uitrusten. Het is echter heel belangrijk dat ik uitgerust ben voor mijn bezoek aan de kindertjes van Denterham dit jaar. Daardoor ben ik al een tijdje lang heel moe. Kunnen jullie mij helpen aan een plekje waar ik rustig kan overnachten?
Kunnen jullie een slaapplaatsje voor mij vinden? Heb je een bed, zetel of iets anders waar ik kan overnachten? Laat jullie nog eens iets weten, beste spakleden. Ik kom op zaterdag 16 november naar Denterham en hoop dan echt goed uitgerust te zijn van een nacht in een warm en zacht bedje. Alvast bedankt en tot 16 november. Amai, een slaapplaatsje. Waar zouden wij hem hier in Denterham kunnen te slapen leggen? Ja, misschien bij ons in de Zeppelinschool. Of bij jullie in de veldschool. Ja, of bij Zeppelin. Ja. Ah, dat kan eventueel ook. Maar of bij de Giro, Jok, ja, wat in de duivel. Of in de Giro, ja. Misschien moet jij Sinterklaas opbellen of Zwarte Piet. En zeggen dat wij enkele ideeën hebben dat ze kunnen uitproberen. Dat moet je doen. En dan is de Sint zijn probleem opgelost. Ja. Jacqueline, jij belt. Idee, Joke. Ja. Ik bel hem zeker op. Oké, okay, jij houdt ons op de hoogte, ja. Jacqueline? Dat is in orde. Oké, okay, prima. Dat is goed. Sinterklaas, we gaan hier even proberen. Ah, dat is goed, Zwarte Piet, dat is goed. Dieren, lieren, lari, koeken, bukken, bakken, willen niet. Popia, maupo, opa, titata. Slaap lekker, Sinterklaas. Dikke takken moeten slapen, apen, gapen, kieren, Piet. Dieren, lieren, rari, koeka, bukken, wakken, willen niet. Zwarte Piet,
Het gaat niet, Zwarte Piet, het gaat niet. Veel te hard, veel te hard. Het gaat niet. Zwarte Piet? Ja? Wat denk je? Kom eens naar boven. Ik heb hier eigenlijk een bed opgemaakt. Probeer dit even. Jacqueline. Probeer maar eens, wie weet. Sinterklaas? Oh, Zwarte Piet, dat zal het zijn. Dat zal het zijn, denk ik. Een bedje van Jacqueline, maar ik heb toch uw knuffel en uw eigen kussen meegenomen. Goed, dat is heel iets, Zwarte Piet. Dank je wel, hoor. Welterusten, Sinterklaas. Slaap wel, Zwarte Piet. Tot morgen. Dieren, lieren, rari, koeka, pukken, wakken, willen niet. Popia, maupolopa, titata. Rikete, ketiketak, sesasa. Nee, Zwarte Piet. Het gaat ook niet. Ja, Zwarte Piet, ik heb daar een oplossing voor jullie slapen. Dank u wel, meester Johan. Elke keer kijken. Sinterklaas, ik heb nog een bed gevonden. Oh, Zwarte Piet. Ik denk dat dat een oplossing zal zijn, hoor. Moeten slapen, apen, grappen, kieren, Piet. Dieren, lieren, rari, koeka, bukken, wakken, willen niet. En het is hier zo lekker warm ook, Zwarte Piet. Dikke takken moeten slapen, apen, grappen, kieren, wiet. Goeienacht, Sinterklaas. Dank u wel, Zwarte Piet. Goeienacht, ook maarten. Koeken, pukken, bakken, willen niet. Popia, maupo, opa, titata. Piet? Ja, Sinterklaas? Ik denk dat het hier een beetje te hard is, hoor. Ik ga niet kunnen slapen, denk ik. Kindjes, zoals je kan zien, heeft de Sint nergens lekker geslapen. We hebben dus jullie hulp nodig. Heb je een bed, een zetel of een ander slaapplaatje voor Sinterklaas? Maak er dan een mooie tekening van of trek een foto. Bezorg deze aan ons en wij bezorgen deze aan Sinterklaas. Zo kan hij een slaapplaatje zoeken om te overnachten. Zo dadelijk krijgen jullie van de juf of de meester nog een mooie tekening om in te kleuren voor de Sint en een briefje voor jullie ouders.
Op maandag 11 november verwachten we jullie tussen 17 en 18.30 uur in de grote zaal van het JOC. Met je gekleurde tekening en een foto of een tekening van jouw slaapplaats voor de Sint. Dit is jullie enige kans om in te schrijven voor het Sinterklaasfeest. Inderdaad, Jacqueline. De kinderen mogen elk een slaapplaatsje zoeken en daar een tekening bij maken of fotograferen en dat meebrengen op 11 november. Hopelijk kan de Sint dan een rustig slaapplaatsje kiezen en uitgerust naar dat spakfeestje komen. Als je dit filmpje nog eens wil herbekijken thuis, met je broer, zus of met je ouders, kan je het zoeken op YouTube. De titel is De Sint heeft opnieuw een groot probleem. Het spak en de Sint rekenen op jullie.